A healthy you is a happy you, is het thema van de themadag die het Staatsziekenfonds vanmorgen heeft georganiseerd in hun apotheek aan de Prinsenstraat. Burgers konden niet alleen terecht voor het meten van hun bloedsuiker en bloeddruk, maar konden ook een diabetische pedicure krijgen. Pronk, juridische medewerker van het SZF, wil het Ziekenfonds de gemeenschap bewust maken van hun gezondheid. Pronk zegt dat er te lichtvaardig over gezondheid wordt gedacht, want gezond zijn en blijven is een grote uitdaging. De mens heeft dat zelf in de hand en het is niet eens zo duur. Daarom zijn we preventief bezig, zegt Pronk. In de afgelopen periode hebben we dat op verschillende wijzen duidelijk gemaakt. In onze magazines hebben we daar vaker over gehad. Omdat, kijk, als je voorkomt dat je ziek wordt, dan hebben we er allemaal baat bij om ervoor minder uit te geven, toch? Om de mensen beter te maken. Dus vandaar dat we al enige tijd eigenlijk, niet dat we het accent verlegd hebben, maar dat we ook de preventieve kant van de gezondheidszorg meenemen in onze activiteiten. Pronk zegt verder dat het SZF continu nagaat hoe zij de gemeenschap kan dienen. Een gezond volk zal het land alleen maar voordelen brengen, benadrukt zij. Met deze themadag wil het SZF de capaciteit die zij binnenshuis heeft delen met de samenleving, zegt de juridisch medewerker. En vandaar dat ik aan het begin zei, het maakt niet uit of je een SZF-verzekerde bent. Toch? Want voor het geval je het nu niet bent, misschien word je het nog. Dus, maar het gaat erom dat we in eerste instantie de gemeenschap willen dienen. En ook zo als overheidsinstantie, want we zijn een werkarm van het ministerie van Volksgezondheid, willen we dan ook zo helpen om dat wat het land, de overheid moet doen voor zijn bevolking om daaraan mede invulling te geven. Dat willen we doen hier. Kost het land ook minder geld? Dat is wat ik zei toch. Als de mensen minder ziek worden, zullen we minder dure operaties. Mensen moeten uitzenden naar het buitenland, dure medicatie. Het reikt heel ver, begrijpt u? Dus nou, ik zei het al, alles begint bij het begin. En het lijken kleine dingen, maar het zijn wel fundamentele dingen die we moeten doen. Toch? En als we beginnen, want we moeten ergens beginnen. Men kan zeggen, ja, waarom ben je 20 jaar en 30 jaar terug niet begonnen? We gaan niet achteruit kijken, we beginnen nu. Jolanda Pronk, juridisch medewerker bij het Staatsziekenfonds. Zij sprak over de themadag die is georganiseerd om de samenleving bewust te maken van hun gezondheid. De themadag is gehouden in de apotheek van het SZF aan de Prinsenstraat.